Marco, hoe voelt dat nou om bergkoning van Gabon te zijn? Nou, dat voelt echt heel goed. Ja, was echt heel leuk. Marco Minnaert liet zich in zijn eerste wedstrijd als profrenner goed zien met de winst in het bergklassement. Weliswaar geen hoge bergen, maar toch een prijs. De Ronde van Gabon was één groot avontuur voor de debuterende Minnaert tussen profs als Luis Leon Sanchez. Minnaert keek zijn ogen uit in Afrika. Je krijgt wel heel veel indrukken daar ook van het land zelf. Je rijdt echt door de jungle en ja, de verplaatsingen zijn veel met kleine vliegtuigjes. In één keer ja, keek Sanchez opzij en lag er een hele grote krokodil langs de kant van de weg van ik denk 1,5 meter. Dus ja, dat was wel heel speciaal. Terug in Nederland bereidt Marco Minnaert zich voor op de voorjaarsklassiekers. Maar welke wedstrijd hij gaat rijden is nog niet bekend. Misschien wel over de kasseien van Parijs-Roubaix, als knecht van kopman Leukemans. Ik hoop wel dat het waarheid zou kunnen worden. Ik hoop dit jaar toch wel een grote klassieker te mogen rijden. Dat is mijn doel. En ja, dat kan ik alleen maar afdwingen natuurlijk om door de wedstrijden daarvoor heel goed te rijden. Vanavond is de ploegenpresentatie van de nieuwe ploeg van Marco Minnaert. De Wanty Groupe Gobert ploeg. En dat gebeurt in Charleroi. En die presentatie is in het Frans. Hoe is het met je Frans? Nou, dat wordt steeds beter, maar het is nog lang niet waar het moet zijn, maar ik doe mijn best. Maar als ze nou vragen naar je verwachtingen voor het komende seizoen, wat zeg je dan? Ja, dan zal iemand anders het moeten vertalen, denk ik.